met u voor velen zeer bekend de geschiedenis door. Eind augustus 2011 werden er scheuren ontdekt in kolommen. Onmiddellijk daarna hebben de eigenaren aangeslagen en samenwerking ook met de gemeente gezocht. In de weken en maanden daarna zijn er stutten, in het vakkaal zijn dat stempels geplaatst. En is er uiteraard ook meetapparatuur geplaatst. En is er onmiddellijk al een voorbereiding getroffen om onderzoek te doen naar de veiligheid en later natuurlijk ook naar de oorzaak. Die laatste dagen van november, je ziet in een stijgende mate dat die scheurvorming zich aftekent, leidt dat op 29 november tot de sluiting van de eerste winkels, op 1 december tot de sluiting van het gehele winkelcentrum. U herinnert zich de 2 december als de dag dat de flat s'avonds laat werd ontruimd, een slopenvel, een aankondiging van een slopenvel is gegeven door de gemeente en de kolom is verzakt. En de feitelijke sloop begon op 7 december en werd, ik meen, in 14 dagen afgerond. Als je dan kijkt naar die onderzoeken, in december is al gestart een onderzoek naar de veiligheid. Dus feitelijk is toen onderzoek gedaan naar de veiligheid, daarover zo dadelijk meer. En is gestart met een eerste verkenning van een onderzoek naar de oorzaak. Op 23 december hebben wij als eigenaar gezegd dat het loon veilig is. De gemeente had al eerder gezegd op basis van de gebouwelijke constructie dat het veilig was. Maar op basis van de metingen die gedaan zijn, hebben wij het op 23 december gezegd, de bewoners zijn weer teruggegaan. We komen beginnen met kernboringen, ik ga u dat zo uitleggen. Maar daar hebben we dus een boring waarbij we dus materiaal uit de ondergrond halen. Dat zijn kernen die we eruit halen, vandaar dat we ook spreken van kernboring. Dat was niet makkelijk, daar hebben we veel problemen bij ondervonden. Dat heeft uiteindelijk ruim 1,5 maand geduurd om 2 kernboringen uit te voeren. En met name 1 kernboring kostte ons veel, leverde veel problemen op en kostte ons veel tijd. Nou, dan hebben we heel veel informatie verzameld. Het is al getoond net, het zit daar in die 2 hele dikke mappen. Ja, die moet je verwerken en dat kost tijd. Nou, dat hebben we gedaan en dat heeft ertoe geleid dat we nu een rapportage hebben in zowel Nederlands als Engels, het eindrapport genoemd. Dus eigenlijk komt het erop neer hè, dat er geleidelijk grondmateriaal door deze lagen verplaatst naar hier. Maar als dat geleidelijk gebeurt, waarom treedt dan zo heel plotseling zo'n sinkhole op? Nou, hoe precies het proces hier tussen is, is niet bekend. Een mogelijkheid is dat er zich van lieverlee toch hier in dat zand van die tongerenformatie een opening ontstaat of een zone met een hele slechte pakking. En dat geleidelijk die zone zich naar boven beweegt, en dan weet ik niet of er nog één achter zit, die beweegt zich geleidelijk naar boven, die komt bij de kleilaag, en dan gebeurt er nog niet zoveel op het oppervlakniveau, op het maaiveld, maar op een gegeven moment kunt u begrijpen dan, dat er dan de massa, de zandformatie die zich daar nog boven bevindt, niet meer in staat is om dat nog te overbruggen, en dan zakt die in, en dat is dus wat er eind vorig jaar gebeurd is. En dit is dan de eindsituatie. Dus nogmaals, wij denken dus dat door deze lagen zand- en grondmateriaal verplaatst is naar de opening van de mijn en dat er in deze zone een opening is gegroeid die van lieverlee naar boven is gemigreerd. Nou, als het goed is, denk ik dat we nu de animatie krijgen.